Tegenover me zit Jan-Antonie Bruin, professor dokter Jan-Antonie Bruin. Je bent hoogleraar immunopathologie en voorzitter van de Eerste Kamer. Ongelooflijk fijn dat je hier bent. Onze eerste uitzending 25 jaar geleden op Pasen begon met een prachtige uitspraak van Dries van Agt. Nu is er perspectief, uitkomst, hoop, vertrouwen. Geluk dat wacht. Jan-Antonie, het bijzondere is dat jij al sinds het begin van Hour of Power kijkt naar de uitzendingen. Het is nu aflevering 1318. Wat boeit jou in Hour of Power? Ja, het was denk ik een jaar of 25 geleden, Jan, dat mijn vader mij belde en zei: je moet toch eens echt kijken naar die Amerikaanse televisieuitzending. Een zekere dominee Schuller, een Nederlandse boerenzoon, die begonnen is op het dak van een drive-in theater, had hij zelf verzonnen, de eerste drive-in kerk ter wereld. En wat echt bijzonder is aan die man, is dat hij de gave van het woord heeft. En nou ja, ik volgde het advies van mijn vader op, dus ik ben gaan kijken en ik ben eigenlijk nooit gestopt. Kijk, nou, wij zien het als een groot compliment en veel waardering, maar zullen we eens even memory lane langs gaan en kijken naar het allereerste prille begin van de uitzending van Hour of Power? Graag. I believed in my husband, but I wondered if his drive-in idea wasn't completely off the wall. I didn't know. I had to just pray a lot and trust God. So the first service we held in the Orange Drive-In Theater, March 27, 1955, we made news in the church page the day before, where the then Santa Ana Register said, religion along with banking and hamburgers is taking to the drive-in tomorrow. The very first service at the drive-in was exciting because we had another choir coming in, so I could just be at the organ, and Bob made his own pulpit. He made his own, he built the cross with his own hammer and saw, and we were so busy that we hardly had time to be afraid. I asked a choir from one of our Reformed churches to come and sing for us. So, and I said, if you'd all come in separate cars, I wanted somebody there, and they came in about 30 cars, and there were another 20 cars, about 50 cars. As the drive-in services continued, I found them very, very meaningful, and there was a real camaraderie. It was amazing how we became a community. We became a church. We cared for each other. Welcome to an hour of power. Each week at this time, we join Robert Schuller in an hour of inspiration for daily living. Learn how you can pack your life with the power of possibility thinking. Find the answers you've been looking for. Stay tuned. We have good news for you today. This is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. It's an exciting and historic day here in Garden Grove, California. Thousands of people are arriving to celebrate the dedication of the Crystal Cathedral. We invite you to join Robert Schuller for a Christian experience in possibility thinking. Dynamic young minister that you've got to hear, you've got to see. And she asked me to come with her on a Sunday. Think about the positive thinkers. This man has put it into our minds that we can be anything we set our minds to be. But the thing that's always stood out is your positive faith messages. Never did I leave this church feeling down on myself. I always felt up. I felt like I could do anything because of you. The Hour of Power is touching lives in the far corners of the world. From Asia to Africa, Russia to Germany, and Holland to Australia, the mission of the Hour of Power remains the same. The power of your
All my life I loved Jesus. And I learned that from my mother's lips. En dat heb ik uit de mond van mijn moeder geleerd. And her heart. En uit haar hart. Ja, goedemorgen. Hoe gaat het met u? Oh, het is een mooie dag. Het is een fantastische dag. Sure, ja. Ja. En ik ben in een goede kerk, zo. En wij zijn allemaal in de goede kerk. Ja. Dit is een fantastische kerk. Sure. En we zijn ongelooflijk blij. Wat zeggen wij dan? That's nice. Als je dit zo ziet, dan denk je, wat geweldig dat een boerenzoon uit Nederland zoiets, ja, toch wel groots heeft neergezet. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk wat hij heeft neergezet. En samen met zijn vrouw Arvella, laten we dat niet vergeten, dat ze daar met dat aanhangwagentje, met dat orgeltje erop, naar die drive-in bioscoop reden, met als doel het verspreiden van het woord. Ja, dat is enorm inspirerend. En ik kan dus al 25 jaar niet stoppen met kijken. Ja. Hoe bijzonder is het om hoogleraar te zijn aan de Universiteit van Leiden en tegelijkertijd ook voorzitter van de Eerste Kamer? Wat maakt dat voorzitterschap zo boeiend, zo mooi en zo waardevol? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Ja, ik ben het al heel lang, een nierpatholoog. Je bestudeert dan het menselijk lichaam. Je stelt ook door de microscoop diagnoses voor patiënten met nierziektes. Belangrijk om dat goed te doen. Maar ook heel mooi om door de microscoop te kijken naar de schepping en hoe dat in elkaar zit en hoe enorm gevarieerd dat is. Later in mijn leven is de politiek erbij gekomen en eigenlijk zijn die twee dingen in mijn beleving niet heel veel verschillend. Want of je nou naar het menselijk lichaam kijkt of naar het openbaar bestuur, zoals het dan wel wordt genoemd, het is allebei boeiend. Je raakt er nooit op uitgekeken. Je voelt je ook altijd student. En het is natuurlijk allebei heel belangrijk voor mensen. Dus in mijn ervaring zijn het niet eens twee werelden die zo ver uit elkaar staan. Je zei net even de schepping. Jij gelooft in de schepper. Ik heb dat natuurlijk vanuit mijn jeugd ook meegekregen. Ja. Wij gingen naar de vergadering van gelovigen. Later kwam er dus Hour of Power bij voor mij op zondag. Dat draagt natuurlijk je hele leven met zich mee. Genesis 1 vers 27. We hebben het er samen ook wel eens over gehad. De mens is geschapen naar het beeld van God. Dus in ieder mens zit het goede. En dat vind ik ook het mooie. Of je met patiënten werkt, of met onderzoekers, of met kamerleden. In ieder mens zit iets goeds. En soms moet je er naar zoeken, ook misschien in jezelf. Maar in ieder mens zit het goede. En dat vind ik een van de mooie lessen van dat geloof. Een van de momenten waar ik altijd naar uitkijk is als de koning op Prinsjesdag de rede uitspreekt, de troonrede. Jan Antonie Bruin opstaat en zegt: leve de koning. Leve de koning. Hoera. Hoera. Toch een mooi moment. Dat is een heel bijzonder moment. De eerste keer dat ik het mocht doen in 2019 was ik ook zenuwachtig, want ik was bang dat ik zou roepen leve de koningin, want ik heb in mijn leven meer koninginnen dan koningen meegemaakt. Ja. Jij misschien ook, Jan, schat ja. Ik zo in. Maar is goed gegaan. Maar het bijzondere van dat moment is dat het natuurlijk een verenigde vergadering is van de Staten-Generaal, waarin de koning eigenlijk de plannen van het kabinet voor het komend jaar vertelt aan de hele volksvertegenwoordiging. Ja, dat is natuurlijk voor mensen in het land echt belangrijk. Mensen hebben vaak zorgen over de toekomst, over oorlog en vrede, zoals nu speelt vandaag de dag, en over heel veel andere zaken. En het is aan de regering om daar met oplossingen te komen. En het is aan ons als parlement om de regering daarop kritisch te controleren. En dat moment van Prinsjesdag, dan komt dat eigenlijk allemaal samen. Ja, mooi hè? Dat is verschrikkelijk mooi, ja. Ja. Je bent een spil in de motor van de politiek. Wat is je droom voor Nederland? Ja, de droom voor Nederland is natuurlijk toch om het goede te behouden en waar mogelijk zaken te verbeteren. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doen we met eigenlijk alle bestuurders in het openbaar bestuur. Burgemeesters, raadsleden, provinciale staten, volksvertegenwoordigers, ook het Europees Parlement.
En wij werken eigenlijk in het openbaar bestuur, misschien net zoals jij bij Hour of Power, aan een betere wereld. Aan in ons geval betere wetgeving, betrouwbare wetgeving. En als het nodig is, dan moeten we ons ook verbeteren. Zodat alle mensen in ons land het goed hebben en we dit land ook voor onze kinderen kunnen nalaten in een goede staat. 2000 jaar geleden liep hij op aarde. 3 jaar lang vertelde hij zijn boodschap aan het volk van Israël. Hij wordt een inspirerend voorbeeld genoemd als dienend leider. Ik heb het over Jezus. Probeer jij ook in zijn voetsporen te wandelen? Ik denk dat we dat allemaal wel proberen op onze eigen manier. Geldt ook voor jou, Jan, want ik wil het ook eigenlijk even over jou hebben in deze jubileumuitzending. Ik denk dan aan 1 Korintiërs 13, geloof, hoop en liefde. We proberen natuurlijk allemaal ons geloof te delen, hoop te geven en liefde te zaaien. En ik vind dat jij dat ook doet al 25 jaar. En nu ik hier toch zit, als je mij permitteert, wilde ik het eigenlijk ook even over jou hebben. Jij hebt natuurlijk in die 25 jaar dat jij dit als vrijwilliger doet, wat ik al heel bijzonder vind, meer dan 1300 mensen geïnterviewd. Je hebt daar natuurlijk heel veel mee gedaan. En wij, de kijkers, die 250.000 kijkers die iedere zondag kijken, vragen ons na 25 jaar af, wie is nou eigenlijk Jan van der Bos? Kan je daar eens iets over vertellen? Ik ben een volgeling van Jezus. Dat doe ik met vallen en opstaan. Maar ik had het net over Jezus die op deze aarde rondliep en zijn boodschap bracht. Zijn voorbeeld wil ik volgen en dat vind ik ongelooflijk mooi om te doen. Dus wie is nou Jan van der Bos? 1. Iemand die zegt de hemel geeft, wie vangt die heeft. Iemand die ook zegt, nou, nu ik wat ouder ben, je bent geen dwaas als je dat durft opgeven wat je niet kunt behouden om dat te verkrijgen wat je nooit kunt verliezen. En dat nooit verliezen is voor mij toch wel een onwankelbaar geloof in de schepper van hemel en aarde. En ik vind het fantastisch naast de zakelijke dingen die ik heb. Ik ben ook ondernemer, maar ik ben ook iemand die graag zich inzet voor het goede doel. Dus ik vind dat ik een Mercy Ships, Joni and Friends, Oekraïne, noem maar op. Dat komt op mijn weg, dat pak ik op. Net als Hour of Power, fantastisch om te mogen doen. 25 jaar lang, al die mensen aan tafel zoals jij. En iedere keer denk ik weer, wat bijzonder, wat heeft ieder mens een verhaal wat de moeite waard is om gehoord te worden. En je zei, hè, van wij moeten liefde zaaien, dat blijft mij resoneren. En we zeggen altijd, nou, je bent een geliefd kind van God. Nou, die liefde, om die met een prachtig team van Hour of Power over de hele wereld te mogen zaaien, dat vind ik fantastisch mooi. En Jan, wat wij ons natuurlijk als 250.000 kijkers ook afvragen, wat zit er nou achter jou? Heb jij wel eens twijfelmomenten, heb je wel eens verdriet, heb je wel eens tegenslag gehad? Want je straalt natuurlijk de levensvreugde altijd heel sterk uit. Je zit er altijd bij alsof het weer je eerste dag is, alsof je ieder interview, en dat is denk ik ook echt zo, heel bijzonder vindt. Ja. Maar je moet ook wel eens moeilijke momenten gehad hebben, misschien wel in dat geloof of in je ondernemerschap. Kan je daar nog eens iets over vertellen? Ja, ik heb in mijn privéleven een ongelooflijk moeilijk moment gehad. Dat heeft mij heel diep geraakt, zo diep dat ik was toen een bekende televisiepresentator dat vak ook een tijdje niet heb uitgeoefend. En met wat daar in mijn leven gebeurde, kwam ook de vraag, waar is God? En dan ga je weer op een nieuwe manier op zoek naar de zin en de waarde van het leven. Dan herontdek je het weer. En Jan Anton, dat is ook met vallen en opstaan. Weet je, ik ben ook soms een Thomas die zegt, ik moet even naar de wonden in de hand kijken. Maar tegelijkertijd ook weer, al die mensen die ik mag spreken in Hour of Power zijn een bevestiging van die liefdevolle God die naar mensen omkijkt, voor hen zorgt en van hen houdt. Dus ja, maar tegelijkertijd vind ik mezelf ook een beetje een vlinder die door het leven fladdert van de ene bloem naar de andere. Ik heb niet zo heel veel moeizame of moeilijke dingen meegemaakt. Dat vind ik ook een zegen, hè? Want ik ben oprecht een blij mens. In al die 1300 interviews, hè, zijn er nou bepaalde momenten of bepaalde mensen die je geïnterviewd hebt die je heel erg bij zijn gebleven? Ieder mens, en dat meen ik oprecht, vind ik een bijzonder verhaal hebben. Dus als ik zou zeggen die of die was de beste, dan zou ik alle anderen tekort doen. Want iedereen heeft hier met het hart op de tong verteld wat in leven gebeurd is, wat ik vaak
prachtig vind, is dat mensen zich in die paar minuten dat ze mogen spreken ook openen en een stukje van hun leven delen met zoveel kijkers. Dat vind ik heel knap. Want nu je mij interviewt, denk ik, oh jongens, wat doe ik toch al die anderen aan? Want nu word ik zelf voor het blok gezet. Vind je het zwaar? Ja, ik vind het zwaar. Goed zo, we gaan nog even door dan. Nee, dus ik vind elk interview is waardevol en mooi en geeft hopelijk vreugde aan de kijkers, want daar doe je het voor. Steun, moed, vertrouwen. Nog even een vraag, Jan. We zitten hier in jouw ouderlijk huis. Ja. Jouw ouders betekenen vast ook veel voor jou, ook in je geloof. Het feit dat ik nooit getwijfeld heb aan mijn geloof of in God, was door mijn moeder, die dat voorleefde. Die een biddende moeder was, die haar kinderen immens lief heeft. Ik ben de oudste van 9. En ik ervaar het, en jij kan dat ook van jouw vader en jouw moeder zeggen, ik ervaar het als een bijzondere zegen. Ik interview ook mensen die gebroken zijn door wat er in hun jeugd is gebeurd. Dus ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zitten in dit huis waar ik ben opgegroeid. Waar mijn vader me ook wel eens, want ik was een ondeugende rakker. Druim de oren heeft gegeven. Ja, die heeft wel eens een lat uit de schuur gepakt. Kijk. En is mij achterna gekomen met een lat, maar ik was net wat sneller. Oké. Ja, en afwassen deed ik ook niet. Dat vroegen mijn zusjes altijd. En ik kon heel hard hollen, dus dan holde ik ook weg. Dus, maar... Jan, jij bent dus een dankbaar mens. Ja. En wij, de kijkers van Hour of Power, zijn jou ook dankbaar voor die 1300 uitzendingen. Weet je wat ik nou zo bijzonder vind, als ik mag onderbreken? Dat ik midden in een interview zit en helemaal niet verwacht had dat ik dit soort vragen allemaal zou krijgen. Nee, ja, wat leuk. Maar, de voorzitter van de Eerste Kamer stelt mijn vragen. Nou ja, weet je, ik zit hier nou en wij vragen ons dat daadwerkelijk al heel lang af, dit soort vragen. Want jij bent natuurlijk ook een bijzonder mens. Hè, zoals ik al zei, 1 Korintiërs 13. Jij deelt het geloof, jij geeft hoop en je zaait liefde. En dat is ook jou persoonlijk aan te rekenen en daar zijn we je ook dankbaar voor. En om die dankbaarheid te symboliseren, Jan, jij zegt eigenlijk iedere week aan deze tafel tegen je gasten, ik laat je niet met lege handen naar huis gaan. En dat ga ik dus ook niet doen. Nou ben je al thuis, dus dat zou sowieso niet aan de orde zijn. Maar ik heb toch iets meegenomen om jou namens alle kijkers te bedanken. Nee. En ik hoop dat de kijkers het allemaal met me eens zijn dat dit inderdaad moet gebeuren vandaag. Jan, dank je wel voor alles wat jij gegeven hebt in die jaren. We zijn je echt dankbaar en we hopen dat je het nog heel lang wilt en kunt blijven doen. Het is een klein aandenken en het is echt voor jou. Nou, ik ben zeer vereerd. Wat mooi. 25 jaar. Ah, prachtig. Die krijgt een ereplaats. 25 jaar Hour of Power. Dan ben je nog niet helemaal klaar, Jan. Nee. Want we hebben het natuurlijk nu over jou gehad. Dat en mag ik ook zeggen, ja, dat die 25 jaar is niet dankzij mijn persoon. Dat is dankzij al die mensen die zich hebben ingezet. Dus als ik dit van jou ontvang, is dat voor iedereen. Ik ben slechts een roeptoetertje van onze lieve Heer. Ja, je speelt de bal natuurlijk leuk terug, maar het gaat nu echt even over jou. Je vergeet overigens nog één groep en die hebben wij als kijkers natuurlijk ook in het vizier. En dat is jouw hele team. Jouw team van mensen die hier staan. Ik weet niet of het mogelijk is om de camera even te draaien naar de achtergrond hier. Want ik denk dat de kijkers dat echt de moeite waard vinden. Het team is natuurlijk een heel bijzonder team. Want zonder team zou er ook geen Jan van der Bos zijn. En zonder Jan van der Bos zou er geen Hour of Power zijn. Dus om het team namens alle kijkers ook te bedanken, wil ik graag de directeur en de producer hierheen vragen. En jullie namens de kijkers ook van harte bedanken. En een klein aandenken geven, je moet er maar een goede plek voor vinden, ergens hier. Maar meneer de directeur, dank u wel. Hartstikke bedankt. En een enorm compliment. Hartstikke bedankt. Mevrouw de producer, en ik heb hier voor jullie nog een heel klein aandenken. Het symboliseert eigenlijk het possibility thinking, hè, het positivisme wat hier iedere week wordt uitgestraald en waar wij als kijkers heel dankbaar voor zijn. En jullie als team hebben dit verdiend. Mooi. Bedankt. En we hopen nog lang te mogen genieten van deze uitzendingen. Hartstikke bedankt. Geweldig. Bedankt. Fantastisch. Zo, Jan-Anthony. Je bent een man vol verrassingen. Dat leer ik van jou, Jan. Ja. Dankjewel dat je hier was. We hebben hier een taart staan. Zullen we straks even een stukje daarvan nuttigen? Heerlijk, Jan. Ziet er goed uit. Jan-Anthony, dankjewel voor de prachtige geschenken. De hand met het duimpje omhoog. Dit glazen aandenken. En
zoals je al zei, ik mag ook elke week wat overhandigen. Ik laat je niet met lege handen terugkeren naar het mooie Den Haag. En dan heb ik voor jou het allereerste exemplaar van ons jubileum. Scheurkalender, 25 jaar Hour of Power. Je ziet de jonge Bobby Schuller. Ook daar heb je grote bewondering voor. Net als zijn grootvader en zijn vader. En ik hoop dat als je in de Eerste Kamer bent, je aan de Kamerleden iedere keer een spreuk uit en zegt, nou, ga ik jullie nou eens wat voorlezen. Dankjewel Jan, fantastisch. Okay. Ik ben er heel blij mee. Ja? Hartstikke mooi. Ja. Dit is een uniek exemplaar. Er zijn er maar een beperkt aantal van gedrukt. In leer, goud op snede, het verhaal van wat we net ook gezien hebben van Hour of Power. Van dominee Schuller, die daar op een openluchttheater in Los Angeles begon, tot nu Bobby Schuller in Shepherd Grove. Die wil ik je graag overhandigen. A Place of Joy and Beauty. Nou, dat. Dankjewel Jan. Ja, dit begon natuurlijk op 27 maart 1955, die geschiedenis. De eerste dienst. En hier zitten we vandaag. En ik ben er heel blij mee. Dankjewel. Oké, dankjewel voor die mooie vragen die je mij gesteld hebt. En ik vond het een eer om jou, Jan Antonie, hier te mogen ontvangen. Veel sterkte en zegen ook in je werk en je inzet voor ons land. En over ons land gesproken, Bobby Schuller komt over een zeer korte tijd naar ons land voor 3 avonden in Groningen, in Barneveld en in Gouda en die prachtige Sint-Janskerk. En we laten graag aan onze kijkers weten wat er gaat gebeuren met het Hour of Power live event. Vrienden, welkom bij het YouTube-kanaal van Hour of Power. Hier vind je de interviews die ik mag hebben, inspirerende toespraken van Bobby Schuller en de muziek uit onze uitzendingen. En ik hoop dat de gesprekken die ik mag voeren met bekende en onbekende Nederlanders je ook zullen bemoedigen. Nou, ik nodig je uit om het abonneerknop in te drukken op het YouTube-kanaal en zo met ons in contact te blijven. Tot ziens bij Hour of Power via YouTube.